Hallo, ik ben Martin Koolhoven. Ik heb Brimstone geregisseerd en ik ben gevraagd om een top 5 van westerns voor Moviezone op te noemen. Alleen dat lukt me natuurlijk niet, dus ik heb er een top 6 van gemaakt. En zelfs dan moet ik nog allerlei dingen, Butch Cassidy, The Sundance Kid, McCabe en Mrs. Miller, al die dingen die heb ik dan niet gered. Dus we gaan beginnen met nummer 6. Nummer 6 is Pat Garrett en Billy the Kid van Sam Peckinpah. Dus niet The Wild Bunch, die ook geniaal is, ook fantastisch. Nummer 5, een spaghetti western, dus uit Italië. En dan laat ik geweldige films als Keoma, laat ik al zitten, Bullet for the General, allemaal films die je allemaal moet zien. Maar wat heb ik op nummer 5 gezet? Een film van Sergio Corbucci. Iedereen kent Sergio Leone, maar Sergio Corbucci is de andere Sergio. Die zouden jullie moeten kennen, want die heeft de originele Django gemaakt. Dat is ook niet nummer 5. Nummer 5 is The Great Silence. Dat is heel lang is dat bekend geweest als die western in de sneeuw. En dat gaat ook over een man die niet kan praten. Dus dat heeft een grote invloed gehad op Brimstone. De nummer 4 is van Clint Eastwood. Clint Eastwood heeft 4 geweldige westerns gemaakt. Dat is High Plains Drifter, Pale Rider, Outlaw Georgie Wales. Ze staan allemaal niet op nummer 4. Welke staat op nummer 4? De laatste die hij gemaakt heeft, Unforgiven, zijn absolute meesterwerk. Nummer 3. Er moet ook een iets modernere film in. Dus een film van deze eeuw, 2007 volgens mij. Brad Pitt en een geweldige Casey Affleck, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. Fantastische film. Oké, nu hebben we nog 2 over en ik heb nog 3 films van Sergio Leone, dus die ga ik verdelen over 2 films. Duck You Sucker is de meest onderschatte film aller tijden. Hij staat ook bekend als Giù la Testa, dat is de Italiaanse titel, of A Fistful of Dynamite, of Once Upon a Time the Revolution. Geweldige film, moet je gezien hebben. Nummer 1 is dus niet The Good, The Bad and The Ugly, maar natuurlijk Once Upon a Time in the West, hoe kan het anders? Nou, dat was mijn top 6 aller tijden en ik hoop dat jullie allemaal naar de volgende western gaan. En die is voor mijzelf, dus Brimstone, 12 januari in de bioscoop. Never leave your loved ones alone. You should know that by now.